pak je instrument en we gaan spelen. Hey mensen, ik heb iets tofs bedacht. Ik sta hier in mijn werkkamer, want dat is momenteel mijn werkplek in plaats van een gewoon podium of zo. Maar ik weet dat dat voor veel mensen geldt, dat ze ook veel thuis zitten. Je kan momenteel heel weinig samen spelen, muziek maken. Dus ik heb een opdracht bedacht, een bourrée. Een bourrée. Het zou echt super tof zijn als jullie daarmee aan de slag zouden gaan. Ik heb verschillende dingen gedaan. Ik heb een melodie geschreven. Ik heb een akkoordbegeleiding geschreven. Ik heb een tweede stem erbij geschreven. Op verschillende niveaus. Dus op alle niveaus zou je ermee aan de slag moeten kunnen. Ik heb hem voor jullie ingespeeld. Zowel alle partijen, zowel op doedelzak als op trekzak. En Lies Sommer gaat een draaileerpartij ervoor voor jullie inspelen. Dus het, ja, ik vind het echt super tof. Het nummer heet de Double Bubble Bourrée. Op alle niveaus zou je ermee aan de slag moeten kunnen. En het lijkt mij heel erg tof als jullie daar zelf je arrangement mee kunnen maken. Het zijn allemaal verschillende bouwstenen van een nummer. En als jullie daar zelf iets mee kunnen maken, is wel leuk. Ik zou er zelfs graag video's van willen zien natuurlijk. Of andere opnames. Maar dat hoeft niet als je daar geen zin in hebt. Als we wel weer samen mogen spelen, bij de Stichting Draaileer en Doedelzak bijvoorbeeld, dan lijkt het me super tof om daar met dit nummer een hele grote jam mee te doen. Het nummer heet Double Bubble Bourrée. Jullie snappen misschien de link naar tegenwoordig. Iedereen zit zo in zijn eigen bubbel. Zowel fysiek, je ziet maar weinig mensen, je zit in je huis en doet niet zoveel. Als de meningen van tegenwoordig. Iedereen krijgt alleen maar de meningen van gelijkgestemden over zich heen. En op die manier wordt alles een beetje lastiger in onze maatschappij. Dus de Double Bubble Bourrée. Het is ook een dubbele bourrée, dat wil zeggen het A-deel is twee keer zo lang als normaal. Dus een dubbel bubbel bourrée.